Disrespect for the game changer. Nou. Lekkere samenwerking. Ja, absoluut. Alsjeblieft. Maar jij hebt wel een hele vrolijke tune daarvoor, toch? Ja, maar die gaan we zo meteen pas in. Oh, oké. Oké. Even uitleggen. Oké. Gaan we wel droog doen of ga je iets leuks in starten? Ik ga iets. Even een goed bedje ervoor doen. Ja. Yeah. Ja, daar gaan ze wel een beetje over, moet ik zeggen. Imke, even voor jou, want dit heb je nog niet meegemaakt. Ja, de Game Changer wel. Maar we hebben een soort van vaste opzet gecreëerd in de Game Changer. Oké. Namelijk een quiz. Waarin ik een stuk of 20, 25 vragen heb onder nummer. Jullie hebben een dobbelsteen. Jullie mogen zo meteen één voor één gaan dobbelen. Dan pak je de vraag die bij dat nummer hoort. En die vraag moet je beantwoorden. Elke week is dat onder een bepaald thema. We hebben eerst al de zomertijd gehad. Ging het over tijd of zomertijd. Vorige week ging het over Pasen. Deze week, wat was er nou deze week in het nieuws? Versoepelingen komen eraan. Ja. De horeca gaat misschien weer voor een deel open. We kunnen straks weer uitgaan op een zekere manier. Dus, deze Game Changer gaat over de horeca in Nijmegen. Want ik dacht, als het een beetje mee zit, dan gaan we dus in de zomer weer open. En als je nou in Wijchen woont, of Druten, of Beuningen, of Elst, Groesbeek, Malden of Nijmegen, waar ga je dan uit? In Nijmegen. In Nijmegen. Nijma. Ja, zeker. Dus, ik heb allemaal vragen over de horeca in Nijmegen. Een beetje flauwe vragen allemaal, een beetje lastig. Ja. Die vragen die stellen we altijd onder tijdsdruk. We spelen altijd de instrumentale versie van een bepaald liedje af. En dat liedje heeft ook weer iets te maken met het thema. Zo met Paas hadden we Judas van Lady Gaga. Ja. Met zomertijd hadden we 4 Minutes van Madonna. Als het nummer is afgelopen, dan stopt de quiz. En dan kijken we wie de meeste punten heeft behaald. De meeste goede antwoorden, zeg maar. Spannend. Dat is best wel spannend. Ik pak er even een pen bij ondertussen. Ja. Het is voor mij nog een beetje wennen. Ja. Maar dat maakt verder niet uit. Ik heb er wel heel erg veel zin in alweer, Rick. Ik vind het een heel leuk onderdeel. Zeker omdat ik altijd win. Is dat zo? Weet ik niet. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is helemaal niet waar, Dominique zeker. Dominique won steeds tot nu toe. Dus dan moet jij winnen. Oké, Tom. Oké. Zijn jullie er een beetje klaar voor? Ja, we zijn er klaar mee. Ik zit helemaal... Absoluut. Ja. Hij is iets korter deze week dan voorgaande weken. Want het hangt natuurlijk af van het liedje wat we gaan afspelen. Het liedje deze keer komt van The Cataracts. Heel toepasselijk alcohol. Want het gaat natuurlijk over drank. Ja. Over uitgaan. We gaan de tune starten van de Game Changer. Daarna gaat het liedje gelijk van start. En dan mag Imke voor het eerst dobbelen. Ja, met 2 dobbelstenen, hè? Met 2 dobbelstenen. En dan gaan we om en om een vraag beantwoorden. Yes. Oké, super. Ready, ja. Set, go. De Him for the Weekend Game Changer. 7! 7 heb ik gegooid. Nou, dan komt jouw eerste vraag, Imke. Wat is de overeenkomst tussen cafés Dollars, Backstage en Acute Vibration? Zelf een eigenaar. Nee. Oh. Dat er vaak live muziek te horen is. Oh, wauw, oké. 9. Welk café draait op vrijwilligers en doneert zijn winst aan het goede doel? Dollars. Nee, Café de Bijstand. Oh, staat oh, wauw, echt waar? Ja. Cool. Ga door. 3. Wat is de overeenkomst tussen Gas 19, Underground en Onderbroek? Weet ik niet. Dat ze in een kelder zitten. Oh, ja, oké. Oh ja. 11. Ja. 11. Even punten scoren, jongens. Wat is het oudste café van Nijmegen? Het oudste café van Nijmegen, De Hemel, ik heb geen idee. Nee, In de Blauwe Hand. Oh, tuurlijk, ja. Helaas. Ja. Kom op. Ja. 6. 6. Welk café heeft zowel een kleur als een lichaamsdeel in de naam? Weet ik niet. Nou, net nog genoemd, In de Blauwe Hand. Oh, god, ja. 3. Even punten scoren, jongens. Ja. Van welk café is zanger Sjaar Kareman vooral bekend? Wie? Sjaar Kareman. Kareman. Ik heb geen idee. Dollars. Oh, Sjaar! Ja, Sjaar! Oh, 9. 9. Welk café heeft officieus een plein naar zich vernoemd? Ik ga niet naar deze cafés die jij allemaal noemt. Faber. Shit, dat is mijn favoriet! Nou, maar dan ga je niet naartoe. 2. Nummertje 2. Als Gert Verhulst ooit een drankje zou doen in Nijmegen, welk café zou hij dan kiezen? Oh mijn god, ik weet het niet. Studio 100. Café Samson natuurlijk. Maar ja, mazzel, bij deze zit een bonusvraag. Oh. Welk café zou de Samson en Gert nooit kunnen vinden? 2 keer bellen. Ja! Ja! Nou, zo'n moeilijke vraag weet je dan wel. 8.
8. Wauw. Hoe dan? Aan de Molenstraat zit onder andere Café van Buren. Maar wie zijn de buren van Van Buren? Heidi Skiët? Nee, Bart 2. Oh, Bart 2! Ja, helaas. Elf. Hulp. In welk café kun je ook aan yoga doen? In welk café kun je ook aan yoga doen? Ik weet het niet. Dan mag Imke beantwoorden. Baloo. Ja. Oh jee. En die mag ze beantwoorden omdat ze daar een interview heeft gedaan voor gelukzoekers. Vooruit dan maar. Zeven. Of hebben die al gehad? Nee. Wel, maar ik heb er meer. Oh. Welk café speelde vroeger een rol tijdens de Pearson-rellen? Ik weet even niet. De plak. Oh, Miguel. 10. Shit. 10. Ja, ik heb dat bij welk café aan de Koningsstraat mag jij niet naar binnen? Bij welk café in de Koningsstraat mag ik niet naar binnen? Ik weet het niet. George en Jimmy, dat is voor 23 plus. Oh ja. 12. Wat is het bekendste Nijmeegse café buiten het centrum? Café Anneke. Ja, helemaal goed. 10. Van welk café was kater Bert jarenlang het bekende huisdier? Ik weet het niet. De Fuzz. Oh. 5. Welk Nijmeegs café had beter in Arnhem kunnen zitten? Oh, de zoemer. Je mag hem nog beantwoorden. Ja. Welk café had beter in Arnhem kunnen zitten? Stretto. Waarom? Omdat dat niet geen leuke café is. Ik weet het niet. Dat vind ik een hele goede argumentatie. Maar ik bedoelde Van Rijn. Oh ja, hè. Waarom hebben wij geen Café de Waal? Ja, jammer. Nou, jammer. Café de Waal hebben die. Maar Van Rijn is wel leuk. Nee, we hebben geen. Nee. Nee, oké. Wij gaan voortaan Van Rijn de Waal noemen. We gaan even naar de uitslag. Ja, nou. En mede omdat ik één vraagje een beetje stiekem naar jou heb doorgepaasd, Imke, heb jij gewonnen met 2-1. Woehoe! Ik vond het vrij matig al. Ja, het is echt matig. Maar dit is wel moeilijk hoor. Dit ja, is best ik vind lastig. Het ook moeilijk. Ja. En vaak doordenkertjes. En dollars en bijstand. Ik ken dat allemaal niet, joh. De flauwe vragen zijn nog best wel een beetje uitgebleven. Zoals welk café bestaat uit lage tonen? Een bascafé. Ja. Of welk café kom je makkelijker in dan uit? De Vuik. Dat soort dingen. Dat had jij helemaal niet geweest. Oké. Ik ga proberen voor volgende week een iets makkelijker quizje te stellen. Ja, doe gewoon een beetje van welke barmannen werken er. Ja, hoe weet ik dat nou weer? Ik weet toch niet welke barmannen werken. Barvrouwen. Nee, als je had gevraagd welke barvrouw werkt bij bar 2, had ik wel geweten. Ja, maar dat... Bijvoorbeeld. Ja. Okay. Maar je weet niet waar ze zitten. Whatever, ja. Okay. Was dat het? Dat was alles. Dat was alles. Het is gedaan. En daarvoor moet ik mijn duimpje omhoog doen. Ja, daar moet je duimpje voor omhoog doen. En jij ook. Thuis, op je bank, in de stoel, helemaal alleen. Duimpjes omhoog en delen met iedereen. Doe ook even abonneren als je dan toch bezig bent. Ik heb knaldrang. Kom.